Trainer Peter, van harte gefeliciteerd. Een mooie 3-0 overwinning. Ja, vind ik ook een dik verdiend. Ik denk dat we de basis hebben gelegd in de eerste helft, waarin we druk vooruit hadden. En van achteruit, volgens mij uitstekend voetbal. Dus ik denk dat de eerste nu wel 3 of 4-0 moeten zijn. Dan missen we toch een paar kansen. En dan is het eindelijk nog maar 2-0 bij de rust. Je hebt wel met bravoure gespeeld, hè? 3 man achterhoede en dat ging goed. Ja, zeker. Ze speelden er naar uit. Dus ja, dan moet je wel achterin 3 tegen 2 spelen. Op middenveld staat het dan 1 tegen 1. En voorin moet je met 3 mensen moet je 4 verdedigers verdedigen. Dus dat ging eigenlijk heel goed. Er waren heel veel lopende mensen vanuit het middenveld. Dus dat zag er allemaal prima uit. En dan ben ik alleen niet tevreden over de eerste 20 minuten van de tweede helft. Waarom niet? Nou, we hadden in rust al aangegeven dat ze met meer druk zouden gaan spelen, met 3 spitsen. En waren we toch wel wat onder de indruk van Achilles. Maar aan de andere kant, een kwartier, 20 minuten kwamen we daar ook weer wel voetballend uit. En al met al een dik verdiende overwinning. En Coné weer, 2 doelpunten. We hebben eerst getwijfeld, zat de eerste erin. We hebben even bij Fox geïnformeerd en die gaven hem aan dat CQ-mat had gemaakt. Dus 2 doelpunten. Jordi Bruls een doelpunt en een assist. Er werd gevraagd wie moet de doelpunten maken. Hebben we nog een nieuwe spits nodig? Ja, natuurlijk toch. Hè? Nee, maar goed, dat blijft toch altijd zo. Ik ben ontzettend blij voor Sekou. Omdat iedereen maar roept van het is een jonge. En hartstikke lastig voor hem om daar te spelen. En dat is ook zo. Maar aan de andere kant hebben wij hem altijd het volste vertrouwen gegeven. En hij betaalt dubbel en dwars betaald. Dus daar zijn we super blij mee. Dan de wissel Roel Jansen. Hij had weer last van zijn hoofd. Er was eerst sprake van die naschudding had. Het is al een wonder dat hij vandaag kon spelen, maar hij wilde absoluut spelen. Dus in overleg met de doktoren en de medische staf hebben we toch besloten om hem te laten spelen. Dus het heeft goed uitgepakt. En dan weer de jongens Lars Gulpen en Overhoff weer een kansje geven, weer even een tijdje meegespeeld. Het ging goed. Ja, Thomas kan uitstekend voetballen, Lars natuurlijk ook. En Thomas die had gisteren op de training in die positie gespeeld, omdat we rekening hielden met Roel wel of niet. Dus dat was van tevoren was het allemaal wel goed betraind in ieder geval. Ja, dan hebben we dan wel weer gewonnen, maar dan krijgen we weer een week rust omdat er interland voetbal is. En dan wacht de derby, daar zullen ze nou wel helemaal mee bezig zijn. Ja, en terecht. Ik denk dat dat een wedstrijd is waar iedereen naar uitkijkt. En hoe lang is het geleden dat die wedstrijd heeft plaatsgevonden? Dus ik denk voor de regio en een deel van Limburg is denk ik een hele mooie wedstrijd. Waar ik hoop ontzettend veel publiek op afkomt. Ja, een beetje tegenvallen dat nou niet iedereen 4 kaartjes mag kopen. Maar ik denk toch wel dat we een redelijk vol stadion. En ik denk ook dat de politie en dergelijke afwacht hoe het aanstaande zondag gaat tussen Roda en MBV. Ja goed, dat zijn geen dingen waar ik me mee bezig hou. Nee, je houdt je meer bezig met de andere dingen, met onder andere naveuren. Dat sowieso en met het voetballende gedeelte. Oké, ik wens je nog succes en we zien ons over 14 dagen. Heel graag.